En voor de dieren welke partij dit debat heeft aangevraagd. Ga u gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de afgelopen maanden is er een groot aantal rapporten verschenen over de natuur en biodiversiteit in Nederland. En zonder uitzondering is de toon alarmerend. Er is de afgelopen decennia veel natuur verloren gegaan, zowel in oppervlakte als in aantallen dieren en planten. En ook is al jaren bekend waarom de natuur zo achteruit gaat. Ik citeer enkele rapporten. Uit de Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds. Oorzaak van achteruitgang in agrarisch landschap zijn schaalvergroting en intensivering. In open natuurgebieden hebben diersoorten vooral te lijden van hoge stikstofdepositie, waarvan de landbouw de grootste bron is, van verdroging, ook door de landbouw, en versnippering. Tweede rapport, topsector natuur, door bureau Ulysses. Door schaalvergroting en intensivering neemt de ruimte voor natuur in het landelijk gebied steeds verder af. Slechts enkele soorten, met name ganzen, profiteren van de intensivering. En volgens de State of Nature, het EU-rapport, verkeert slechts 4% van de Nederlandse leefgebieden voor dieren en planten in goede staat. En ook hier wordt intensieve landbouw en veeteelt als hoofdschuldig aangewezen. Deze hebben een vernietigend effect op de natuur en biodiversiteit. En wat oogt als grazige weilanden is in termen van biodiversiteit een woestijn. Steeds grootschaliger, steeds eentoniger, met steeds minder soorten. De intensieve veehouderij legt een onzichtbare deken van stikstof over de weideomgeving en dat heeft grote negatieve gevolgen voor de natuurgebieden. Veel planten zijn kwetsbaar voor stikstof en die planten verdwijnen massaal. De weg van intensivering is een doodlopend pad, letterlijk. Intensivering van de landbouw en veeteelt leidt naar doodse vlakte zonder biodiversiteit. En om de natuur in Nederland te redden is dus eerst een omschakeling nodig naar een duurzame landbouw en veeteelt. Maar daarnaast heeft het kabinet onvoldoende gedaan om de Europese afspraak op het gebied van bescherming van natuurgebieden en biodiversiteit na te komen. En dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie van de Europese Commissie. Het verlies aan biodiversiteit had al in 2010 gestopt moeten worden, maar met de huidige inzet wordt het zelfs in het gestelde doeljaar 2020 niet gehaald. Verbinden van natuurgebieden, herstellen van ecosystemen zijn voorbeelden waarmee veel te lang gewacht is. Het kabinet zal dus grotere inspanningen moeten leveren, maar voorzitter, die inspanningen blijven uit. En tegelijk zet het kabinet in op een verdere intensivering, bijvoorbeeld via het loslaten van de melkquota. Onder het Nederlands voorzitterschap wordt het Nederlandse natuurbeleid geëvalueerd. Het Europese natuurbeleid is hard nodig en dient intact te blijven, volgens wetenschappers. Nederland kan zich er hard voor maken tijdens het voorzitterschap, maar voorlopig blijven die ambities onuitgesproken. En ik heb daarom een paar vragen aan de staatssecretaris. Wat zijn de eigen ambities van de staatssecretaris als het gaat om de bescherming van natuurgebieden en biodiversiteit? Hoe gaat het kabinet het voorzitterschap aangrijpen om die slechte staat van de natuur en evaluatie van het natuurbeleid hoog op de Europese agenda te zetten? Is de staatssecretaris met me eens dat die ambities verder moeten gaan dan het overeind houden, van het Europese natuurbeleid? En als allerlaatste vraag, voorzitter, gaat de staatssecretaris zich inzetten voor een fundamentele omslag in de veehouderij en landbouw? Dank u zeer. Mag ik het woord geven aan mevrouw?